Hey Tessa, Gameforce, we staan hier met de twee nieuwe Assassin's Creed die we binnenkort mogen verwachten. Rogue voor de 360 en Unity voor de Xbox One. Wat zijn de twee verschillen tussen de twee games? Ja, het is eigenlijk een compleet ander verhaal. Dus je hebt enerzijds Assassin's Creed Rogue voor de current gen die eraan staat te komen natuurlijk. Hier ga je spelen als een tempelier. Baseert een beetje met Assassin's Creed 4 Black Flag. Je gaat heel veel naval battles hebben. Een nieuwe omgeving. Je gaat eigenlijk helemaal in het noorden gaan kunnen varen met een schip opnieuw upgraden. Dus dat heb je die kant. Je gaat een tempeliersvisie hebben deze keer. Die gast, ja, Patrick Shay Cormac is het hoofdpersonage. Hij is eigenlijk volledig uit de schaduw getreden. Hij was eigenlijk een van de assassins vroeger, maar hij is verraden geweest. Dus nu is hij een tempelier geworden en ja, dat is een andere kant natuurlijk. En anderzijds hebben we Unity, die hier vandaag helaas niet staat. Maar dat is ook een compleet ander verhaal. Deze keer speel je als Arnaud. Het hoofdpersonage gaat tijdens de Franse revolutie spelen. En voor de eerste keer natuurlijk in Assassin's Creed ook de mogelijkheid om co-op te spelen. Dat is toch een element waar veel gamers lang op hebben zitten wachten. Een uitbreiding van de multiplayer om samen het verhaallijn te beleven. Gaat de co-op enig invloed hebben op het verloop van het verhaal van de medespeler? Ja, je gaat dus eigenlijk co-op kunnen spelen in het verhaal zelf. Je gaat bepaalde verhaalmissies kunnen doen, zowel co-op als singleplayer. Dus je gaat eigenlijk zelf een beetje kiezen van wil ik die co-op doen, maar je krijgt natuurlijk de optie om dat samen met je vrienden te doen. Wat het al dan niet al wat gemakkelijker maakt om bepaalde missies af te ronden. Oké, en de Season Pass, die brengt ook voldoende uitbreiding dan aan de Assassin's Creed Games of Game. Dus voor beide games een Season Pass, dacht ik. Ja. Wat kan je er zo ongeveer van kwijt? Ja, dus een nieuwe content. We hebben elk jaar dat we opnieuw een Season Pass uitbrengen met een nieuw verhaal. Nu hebben we nog niet alle content verklapt van deze Season Pass. Maar dat komt eraan in ieder geval. En zodra er alle info beschikbaar is, dan gaan we dat ook meedelen aan jullie. Rogue, die we binnenkort eigenlijk volgende maand al verwacht vanaf de 13e. En Unity, nu moet ik even spiegelen, ook vanaf de 13e. Dus gamers gaan mogen diep in de buidel tasten voor de games krijgen, maar ze zijn beide wel alle bij even waard. Ja, Unity is een klein beetje verschoven van datum natuurlijk, want initieel stonden ze niet samen op dezelfde datum. Dus door omstandigheden hebben we die samengezet en de echte Assassin's Creed fans zullen sowieso wel appreciëren en het verhaal kennen dat de twee games echt op zich staande games zijn. En iedereen kiest natuurlijk zelf hoe ver dat ze in hun portefeuille grijpen, maar hopelijk koopt iedereen natuurlijk de twee Assassin's Creed games. Leven is dat je sowieso niet mag missen. Nu, qua wapens, wat mogen we daarvan verwachten? Qua wapens in de game natuurlijk, je hebt voor Unity de Phantom Blade. Dat is een nieuwe upgrade, zou ik maar zeggen, van de Hidden Blade. Een crossbow deze keer. Ja, een nieuw character moet natuurlijk een nieuwe blade krijgen. En Patrick Shay Cormac van Rogue, die krijgt natuurlijk ook een heel tal nieuwe wapens. En dan vooral op zijn skip. Dus je gaat een heel tal nieuwe features en wapens krijgen waarmee je je skip kan upgraden. En op een nieuwe manier eigenlijk je naval battles gaat kunnen voeren. Oké, ik ben in elk geval al zeer sterk aan het uitkijken naar de game en kan eerlijk gezegd niet wachten tot de 13e van november. Alvast bedankt voor je tijd.